3 keer om de bal in het doel van een tegenstander te krijgen. Niet echt geweldig. Vitesse staat toch nog derde op de ranglijst met 8 punten. Sparta staat 15e met 4 punten. Edward. Opstelling van Vitesse ziet er zo uit. Van Vessem in het doel. De achterste lijn bestaat uit Cornelissen, Stefanovic, Kreken, Van Hintem. Op het middenveld Van der Schaaf, Sikora en Janssen. En voorin Mustafa, Peters en Martel. In het doel van Sparta staat Kooijman. Dan Elzinga, Van der Meer, Winter en Sier achterin. Nielsen, Zijm, Bouchiba en Inia zijn de middenvelders. En Blinker en Bukari de aanvallers. Ron Bereik. Uitgerekend op de slotdag van de vorige competitie verspeelde Vitesse in Rotterdam middels een 2-2 tegen Sparta Europees voetbal. Dat lijkt niet leuk voor Vitesse, dat is het ook niet. En Sparta, dat mist vanavond nogal wat verdedigers. Goossen, Marilja en ook Mendes, door zijn schorsing is er niet bij. Vandaar een pleister op de wonden. Links achterin bij Sparta het debuut van Tommy Sier. Sier heeft een blessure, vraagt om een behandeling, maar zolang de wedstrijd doorloopt zal daar geen sprake van zijn. Sterker nog, maakt het gebaar dat hij eruit wil. Tom Sier, en dan wordt zijn directe tegenstander Mustafa aangespeeld. Sier kan niet verder, Vitesse wel via Sikora. Sikora, Peters bij de eerste paal, dat loopt goed af voor Sparta. Sterker nog, het wordt niet eens een hoekschop. Maar voor Tom Sier heeft zijn debuut, zeggen en schrijven, 9 minuten gebeurd. Een loopbaan die bezaaid is werkelijk met blessures. En dit is de zoveelste keer voor Tom Sier dat hij er voortijdig, wat heet voortijdig, in dit geval al na 10 minuten, af moet met een blessure. Sparta even met 10 man. 3 Spartanen over de bal heen. Martel hard. Is hier de 1-0? Nee, het is wel de eerste, de beste Vitesse poging via Sikora. En de redding is van Kooijman. Stefanovic kan in een zee van ruimte met de bal aan de voeten middenlijn over. Mustafa. Voor het eerst. En eigenlijk eenvoudig. Langs Trommel de kopbal. Verdwijnt naast. De kopbal van Sikora. Peters. Sikora. Trommel ertussen. Volgende overtreding van Bukari. Het is het eerste geel in deze wedstrijd. En het doet een beetje denken aan het Sparta van vorige week in de thuiswedstrijd tegen RKC. Toen kreeg de ploeg veel verwijten voor erg hard spel. En ook dit mag er zijn. Maar het levert geel op. 18 minuten onderweg onder een dicht dak bij de vrije trap van Janssen. En de kopbal van Stefanovic. Kreek. Sikora. Mag door. Winter. Onzorgvuldig. Janssen. Achter Mustafa, ook dat is lastig. Maar die krijgt die ruimte om de bal op te pikken. Cornelis buitenom. En dat lijkt me hoekschop nummer 3. Onenigheid tussen scheids en grens. Dan wint Temmink. Ik krijg Vitesse terecht de hoekschop. Janssen. Prachtig. Kreek. 1-0. Pracht van een hoekschop werkelijk. Voor een doelman heel moeilijk te beoordelen. Die bal die komt hard, die draait in. En die draait in bij de eerste paal. Dan moet je er maar zien bij te komen. Dat lukte niet. En Kreek met de 1-0. Martel. En dan wordt het door dat gewandel van Martel wat vol. Maar belandt de bal bij toeval bij Mustafa. Blinker. Bukari. Even 1 tegen 1, maar met de nadruk op 1. Nu is het al 2 tegen 1. Hij komt tot een schot zowaar. Maar dat is niet gevaarlijk. Van der Schaaf. Peters. Martel.
1-2. Dat lukt ook. 1-2 zou mooi zijn. Dat lukt niet. Kreek van grote afstand. Tja, de vorige twee thuiswedstrijden eindigden in een 1-0 overwinning. 1-0 staat het nu weer en ook dat zou weer gewoon 3 punten opleveren. Inia. Bukari. Bushiba kan er niet bij. Wint, ik moet zeggen, van Hintem wel. En nu ligt er ongelooflijk veel ruimte op het middenveld. Van der Schaaf moet het heel snel. Peters kan. Peters. Martel. Sikora meldt zich voorin, komt er niet aan. Van der Schaaf, Peters buitenspel, dat mag door van Temmink. Opvallend genoeg. Waardoor de aanval van Vitesse ook gewoon doorloopt. Martel. Goeie voorzet, Peters 2-0. Nee, Kooijman. Wat een kans. Ja, zeker. De voorzet is prima. Alleen de kopbal niet. Die moet terug naar de eerste paal, maar zo lever je in. Kreek. Een beste trap. Zijm, Inia, Zijm. Van de bal gelopen. Martel. Peters. Een goede trap om hem op je hoofd te krijgen. Je hoeft hem alleen maar van richting te veranderen. Maar dat is lastig. Blinker. Winter in één keer. Dat is wel goed gespeeld. Een driehoekje. Dan komt die bal voor het verkeerde been van Blinker. Dus het moet eerst voor zijn linker. En dan vliegt de bal naast. Nee, ik denk dat het woord gezapig tot nu toe het meest van toepassing is op de eerste helft van Vitesse tegen Sparta. De 1-0 voorsprong voor de thuisclub meer dan verdiend. En het enige dat Vitesse zich mag aanrekenen is dat de voorsprong niet wat groter is. Want dat voetbalt namelijk nog iets gemakkelijker. Van der Schaaf. Maar het lijkt wel alsof ze in de rust hebben afgesproken dat Vitesse de bal laat rondgaan. Zo'n beetje tussen de middenlijn en een klein stukje eroverheen. En dat Sparta dan niet al te veel weerwerk levert. Mustafa. Van der Schaaf. Stefanovic. Diarra. Zevende minuut naar rust. Martel met de vrije trap. Bal wordt verlengd door Diarra, maar niet goed geraakt. Ja, goede kans. Slordig van Van der Schaaf. Van Vessem, zomaar voor het eerst met een beetje gevaar buiten zijn eigen strafschopgebied, kan nu nog worden verrast ook door een verre bal van Bezaai. Het is, geloof het of niet, het moeilijkste moment voor de keeper van Vitesse na 67 minuten voetbal. Kreek. Van Beukering. Binnendoor, dan moet het met links. Van Beukering. Diarra te kort. Komt stil te staan, wil een vrije trap en krijgt hem. Wordt dat dan de beslissing? In een situatie waarin hij er eigenlijk niet kan uitkomen, Diarra. Wordt hij zo aangepakt door Inia dat Temmink het een vrije trap vindt. 4 meter buiten het strafschopgebied van Sparta. Het wordt Kreek. Kreek. Oh. Beste trap. Diarra. Jansen, veel snelheid. Dit kan ook. Fortes komt niet zo snel inlopen en moet daarom terug om die bal te kunnen controleren. Fortes. Van Hintem. Mooi getrapt. Afstand enorm. Vandaar niet al te veel problemen voor Kooijman. Blinker. Bushiba. Draait de goede kant op en krijgt zwaar de kans op de gelijkmaker. Het zal toch niet waar zijn. Koevermans, hoe is het mogelijk?
Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? 8 minuten voor tijd. Het is niet eens een kans en het is zowaar 1-1 in Arnhem. Het begint met Bouchiba, die loopt wel de goede richting op. En het is Koevermans die profiteert van desorganisatie bij Vitesse achterin. Onvoorstelbaar. Onbegrijpelijk. Dat Vitesse hier op 7 minuten voor de tijd de gelijkmaker toestaat. Kreek of Jansen? Het wordt Jansen. En een mooie redding van Kooijman. Prachtig om de muur heen. Maar Kooijman ziet hem aankomen. Kreek. Van Hintem. Van der Schaaf. Te makkelijk voor Kooijman. 90ste minuut van de wedstrijd. De vraag is hoeveel tijd er gaat bijkomen. Van Hintem. Goed gestoken de bal. Komt prima voor. Daar is 2-1. Oh, Diarra. De mooiste aanval van de avond. Dat wel. En de niet te missen kans voor Diarra. Cornelissen. Gooit erg ver. Trapt de bal er dan nog een keer in. Mustafa. Goeie poging. Het wordt nog even spannend. Jansen met de hoekschop. Twee vuisten van Kooijman. Fortes. Achter de bal aan. En die bal die moet weer gewoon heel snel het strafschopgebied in van Sparta. Stefanovic verlengt. Maakt verlengt er hard. Nee hoor, stemming fluit af. Het publiek is boos. Sparta heeft voor het eerst sinds 5 jaar een punt gehaald in een uitwedstrijd tegen Vitesse. En de thuisclub verzuimt hier gewoon zijn derde thuiswedstrijd in winst om te zetten. Dom, dom, dom van Vitesse. En dat waren de 3 wedstrijden.